Platform 21 staat momenteel alles in het teken van eten. Niet het eten om in je mond te stoppen, maar eten als basismateriaal, waarbij de keuken dient als laboratorium om te experimenteren. Elke zondag is er onder de naam Sunday Soup een workshop waarbij je zelf aan de slag kan. En deze week ga ik leren om zelf pantonenkleuren te maken. Uitgenodigd om mee te doen, Designing Nature. En daar zijn we bezig met de natuurlijke inkten. En daardoor kwamen we eigenlijk weer op de bieten. Dus er was vooral de fascinatie voor de natuurlijke kleuren. En daar wilden we heel graag de identiteit en de sterkte daarvan laten zien. En daar leek het ons heel mooi om het in een poster te visualiseren. En dat je dat ook, dat je niet een afproduct neerzet, maar dat je ook zeg maar dat vloeien en dat groeien zo ook hoe het in de natuur is, ja, dat je die proces in die poster ook kan laten zien. Ja. En met wat voor groentes hebben jullie posters gemaakt? Tot nog toe alleen met de bieten en wortels. Maar nu in de Platform 21 gaan we verder onderzoeken van naar alle natuurlijke kleurstoffen, wat eigenlijk allemaal nog meer is. En daar willen we een soort pantonenwaaier kaart maken, opzetten met groentes. Dus de kleuren van groenten en wat er gebeurt als je gaat mixen en hoe groot kleurenpalet kunnen we er eigenlijk van maken. Dus je wil eigenlijk een soort nieuw kleursysteem ontwikkelen aan de hand van groentes. En wat zou de volgende stap kunnen zijn? Dat we te denken over inkjet printers. Als je die cartridges met groentesap zou vullen en, zeg maar, en dat dan weer verwerken en dan kijken hoe reageert die dan op het papier als je die echt gaat gebruiken voor drukwerk. Vandaag gaan we dus een workshop doen en we maken allemaal onze eigen t-shirt met de sappen van de groentes. Groente t-shirt. Ja. Dus. Geen weg meer terug. Moet meteen goed gaan. Ik heb dus een experiment gedaan, alle kleuren met azijn, sommige niet, om te kijken wat er straks na de was overblijft. Dit is hem. Ja, en nu? Ik heb het gevoel dat ik onderdeel ben geweest van een onderzoek waarvan de uitkomst nog niet helemaal vast ligt. Dus je kan je afvragen, wat moeten we hier dan mee? Is dit het antwoord van ontwerpers op een groene golf? In ieder geval laat Platform 21 hiermee zien dat ontwerpers steeds minder gebruik maken van bestaande technieken. En het liefst zelf op zoek gaan naar welke mogelijkheden er dicht bij huis en in de natuur aanwezig zijn. Doeg! Doei!